U moet het hebben gehoord. De zoektocht naar Madeleine McCann is nieuw leven ingeblazen. De afgelopen 2 jaar hebben rechercheurs van de Britse politie opnieuw onderzoek gedaan naar de verdwijning van de 3-jarige peuter in 2007. Al bijna 6,5 jaar leven de ouders van Madeleine McCann in grote onzekerheid. Wat gebeurde er 3 mei 2007 tijdens hun vakantie in Portugal met hun dochter? Vanavond vertelt de Britse onderzoeksleider Andy Redwood van de Metropolitan Police over de laatste stand van zaken. En vragen we u hulp, omdat een deel van de oplossing ook hier in Nederland zou kunnen liggen. Madeleine McCann, geboren op 12 mei 2003 in het Engelse Leicester. Dochter van Jerry en Kate McCann, een cardioloog en huisarts. Een prachtig meisje, altijd vrolijk. Na een moeizaam IVF-traject is haar geboorte een droom die werkelijkheid wordt. Helemaal als ruim 1 jaar later de tweeling Sean en Emily wordt geboren. Een heel herkenbaar, gewoon gelukkig gezin. Terug naar 2007. Eind april 2007 vertrekt het hele gezin met de dan bijna 4-jarige Madeleine naar Portugal voor een strandvakantie in de Algarve. Ze gaan voor 1 week naar de badplaats Praia da Luz, samen met 3 bevriende stellen en hun kinderen. Het gezelschap strijkt neer in het Ocean Club Resort, waar elk gezin zijn eigen appartement heeft. De McCanns nemen hun intrek in appartement 5A aan de rand van het complex. De familie geniet, ook Madeleine. Overdag wordt er gespeeld en gezwommen. En iedere avond, als de kinderen in deze appartementen gaan slapen, dineren hun ouders 70 meter verderop in het tapasrestaurant. Het wordt donderdag 3 mei 2007, de dag van Madeleine's verdwijning. Overdag in het zwembad maakt moeder Kate deze misschien wel bekendste foto van de peuter. En dan breekt de avond aan en de 1,5 uur die cruciaal zijn in het onderzoek naar Madeleine's verdwijning. Na het voorlezen stoppen Kate en Jerry om 8:30 hun kinderen in bed. De tweeling en Madeleine slapen bij elkaar op 1 kamer. De McCanns checken nog of het raam en gordijnen goed dicht zijn en vertrekken naar het tapasrestaurant. Vanaf daar hebben ze zicht op de appartementen en regelmatig gaat een van de vriendengroep controleren of alles oké is met de kinderen. A few minutes after 9, I said to Kate, that's 1/2 hour, I'm going to go up. And as I walked in, I noticed that their bedroom door was open, slightly wider than I had left it. Om 9:15 gaat vriendin Jane Tanner naar haar kinderen. Zij ziet op de hoek van de straat vlakbij het appartement van de McCanns op dat moment een man met een slapend kind. 10 minuten later gaat weer een andere ouder controleren. Matt went checked and when he came back, he said, "Everything all right?" He said, "Yeah, it's all quiet." All right. Yeah, is everything okay? Everything's fine. All right. En om 9:45 is het Kate's beurt. And it was only at that point really that I kind of, as I opened it a bit, I kind of looked into the room. And I guess I was looking at Madeleine's bed and I couldn't make her out. And then I realised actually she's not in that bed. And I thought, oh, I wonder if she's woken up, gone through to our bed. She wasn't in our bed. And that was the first time where I guess, you know, the panic kicked in. And it was literally at that point, the curtains that I say that were closed just kind of whoosh. And then I could see that the window had been pushed right over and the shutters were up. So, sorry. So I kind of knew straight away then that Madeleine had been taken. When it's a special occasion, when you should be your happiest, and Madeleine's not there, that's when it really hits home. Obviously, Madeleine's birthday, it goes without saying, but it's when you're really getting your... Yeah, it's when you have the big family occasions, really. But, I mean, that's more... basically, isn't it, a family occasion? Yeah. And you haven't got your complete family. De afgelopen 2 jaar hebben 38 rechercheurs in Engeland alle dossiers en sporen uit de dossiers sinds 2007 helemaal opnieuw geanalyseerd. En dat heeft nieuwe inzichten, aanknopingspunten en vragen opgeleverd.
Gisteren werd daar bij onze Britse evenknie Crime Watch uitgebreid aandacht aan besteed. Morgen gebeurt dat in Duitsland bij het Duitse opsporingsprogramma Aktenzeichen. En vandaag dus bij ons. Een ultieme poging om het mysterie rond de verdwijning van Madeleine McCann op te helderen. Bij ons in de studio de onderzoeksleider van het Engelse team rechercheurs. Mr. Redwood, so good you could join us tonight. First, let's clear something up. There has been a lot said and written about this case. We saw in the interview the pain of Madeleine's parents. But in the past, it has been implicated that they themselves were involved in her disappearance. Mr. and Mrs. McCann are neither suspects or persons of interest. They are parents whose daughter is lost, and we are doing all that we can to find her. We're trying to help you here in Holland tonight with finding her. Last night, you made a similar appeal on British TV in the programme Crime Watch, and the response was huge. Absolutely phenomenal. We have received in excess of 1,000 phone calls, 500 emails. My officers in London are currently following up a number of inquiries. Because there have even been mentioned names, we understood? Yes, some names have been put forward in relation to the e-fits that we have released, and as I say, my officers are following that up at the moment. Well, we'll try to add some Dutch information to your case. First, we saw on the reconstruction of the night that Madeleine disappeared that there was a sighting of a man at 9:15, a man carrying a child in his arms. For the last 6 years, there was a lot of focus on that man. You released a drawing of him. He was the main suspect until your investigation. Yes, our investigation has shown that almost certainly that man is not Madeleine's abductor. En die ontdekking dat die man van de tekening dus niets met de zaak te maken heeft, heeft gezorgd voor een aardverschuiving in dit onderzoek. Eerst dacht men dus dat Madeleine al 9:15 was meegenomen. Nu denkt de Britse politie dat dat veel later is gebeurd, namelijk net voor moeder Kate die kamer inkwam. How can we help you here in Holland tonight to find out what has happened that night? Well, our research has shown us that at the time Madeleine disappeared, there were numbers of Dutch people within Pradeloos. And so we are appealing directly. If you were in Pradeloos between the 28th of April and the 3rd of May 2007, and you have not been spoken to by police before, then please come forward. You're not in any trouble. We're just trying to understand who was present in the resort at the time. Frits, daarmee hebben we de eerste oproep voor thuis. Ja, wie van u was er ten tijde van de verdwijning? Dat weet u ongetwijfeld dankzij de grootschalige media-aandacht voor de zaak in de buurt van Praia da Luz. En dan hebben we het over de periode van zaterdag 28 april tot donderdag 3 mei 2007. Als dat zo is, neem dan alstublieft contact op. Het Rotterdamse Cold Case Team assisteert de Britse collega's bij dit onderzoek, dus u krijgt gewoon Nederlandse rechercheurs aan de lijn. En de Engelse politie zal dan later contact opnemen als dat tenminste nodig is. Heel belangrijk, bel ook als u denkt dat u toen niets bijzonders heeft gezien. De politie wil iedereen spreken die daar in de buurt is geweest toen. En contact opnemen kan dus gewoon dan via de Nederlandse tiplijn 0800 60 70. U of iemand anders thuis kan misschien bijvoorbeeld meer vertellen ook over deze man. Het zijn twee compositietekeningen van één en dezelfde man. En deze man is nu de belangrijkste persoon die gevonden moet worden. Mr. Redwood, we already mentioned the shift in your timeline. And this man has become really important now. Yes, this man at 10 p.m. was seen walking down towards the sea, not far away from where Madeleine was staying with her parents. We are really keen to understand who this man is. A male in his 30s, dark hair, carrying a child that was described as being between 3 and 4 years of age, blonde hair, wearing pajamas, a description very similar to that of Madeleine. But more importantly, it could be completely innocent. So if you recognize this as you on your way home with your child, please call in so that we can eliminate innocent sightings. We gaan even rustig naar die twee belangrijke compositietekeningen kijken, nogmaals. De onbekende man liep op een paar honderd meter dus afstand van het appartementencomplex in de richting van de zee op de Rua 25 april. Hij is daar gezien door een Ierse familie. Die vonden hem er niet als een toerist uitzien. En twee leden van die Ierse familie hebben de man beschreven en daarmee zijn dus deze twee compositietekeningen gemaakt. Het gaat dus echt over één en dezelfde man. Hij is halverwege de 30 met kort bruin haar. Hij droeg een crèmekleurige of beige trui en liep dus met een jong meisje in zijn armen. En dat meisje zou Madeleine geweest kunnen zijn, want de getuigen hebben het over een meisje van 2 tot 4 jaar oud in haar pyjama. Heeft u ook maar een enkel vermoeden wie dit kan zijn, neem dan alsjeblieft contact op. Ja, en dan is er vanavond ook specifiek een Nederlandse link waaraan de politie aandacht wil besteden.
Yeah, tonight you want to have a good look at two ifrits of blonde, fair-haired men. Why are they so important to you? Well, we can see in the day that Madeleine disappeared and in the days leading up to her disappearance that a man or two men were seen lurking around the apartments, and we're really keen to understand, firstly, if they are linked. So the ifrit that we are showing, the first ifrit that we're showing this evening, which has been in the public domain before, is of a man wearing sunglasses. He was seen on the 30th of April at about 8 o'clock in the morning at the rear passageway behind Madeleine's apartment, looking in the direction of the apartment, and then again on the 2nd of May, about lunchtime, by the main reception area. Really keen to understand who this man is. And then the second ifrit is of a man who was seen on the afternoon that Madeleine disappeared, at about 4 p.m. in the afternoon. He was coming from an empty apartment, 2 down, 5C, and he walked off towards the main road. We're really keen to understand who this man was. He had blonde hair as well. That links back to a sighting at 2:30, where two men who were bare-chested, wearing swimming trunks and with blonde hair, were seen by two witnesses. Now, one of the witnesses thought that these men could have been Dutch or German, so we're really keen to understand who they are. If it was you and it's an innocent sighting, please make the call this evening. And there was also someone seen in an internet cafe that might be Dutch, might be important? Yes, the same again. The day before, in an internet cafe at about lunchtime, near to where Madeleine's apartment was, two guys, swimming trunks again, bare-chested, one had blonde hair, and the witness that saw them thought they were talking in German. Now, is this you? If it is, please call in this evening. Goed, dan is er nog een onderzoekslijn. We zien hier een animatie van het appartement van de McKents. Je ziet de ligging dicht bij een parkeerplaats, bij een paadje waar iedereen overheen kon lopen. En dan gaan we naar de binnenkant van het appartement. Hier de woonkamer daar in het Ocean Club Resort. En dan komt hier de kamer daar aan waar de drie kinderen van de McKents lagen te slapen. Waaronder dus Madeleine in haar bed. Was voor vreemden helemaal niet zo moeilijk om dat appartement binnen te komen. Mr. Redwood, one of the lines of inquiry is that Madeleine was taken by burglars. Yes, we can see that in the months leading up to Madeleine's disappearance, between January and April 2007, that there was a fourfold increase in burglaries in the area from the previous year. Now, whilst the numbers are low, it is of particular interest to us that in the 17 days before her disappearance, there were two burglaries actually in the block that she was staying in. One was an attempt, but in both events, a window was the point of entry. We know from Madeleine's apartment that the only disturbance that we can see inside is an open window. Now, as I say, this may have no connection, but we really need to know more about what was happening there. So if you were in Portugal at that time, on holiday, and you suffered a burglary or a theft, and you have not spoken to police, then please come forward this evening. We need to speak to you. Dus het is echt ook weer een duidelijke oproep naar u thuis. Nederlandse vakantiegangers die in 2007 daar in de omgeving zijn geweest. Was u slachtoffer van een inbraak? Meld het dan vanavond nog hier bij de Nederlandse tiplijn. Verder. You want to show us two more ifrits. They have to do with charity workers. Yes, on the day that Madeleine disappeared, between 3:30 and 5:30 in the afternoon, in the streets very close to her apartment, two men were collecting for charity, a local orphanage, or to keep children off the street. Now, the first ifrit you see is from a collection literally around the corner from Madeleine's apartment, where these two guys go and speak to a person living there asking for money. The guy that you see in the ifrit is a white man with dark hair. We're really keen to understand more about this man. Particularly as in the second ifrit, the week before Madeleine and her parents arrived into the resort, at their apartment, this man went up to the rear steps and approached somebody on the balcony. And again, we're really keen to understand who this is. There are connections in terms of the methods used between the one on the day that she disappeared and this one the previous week. So if you were in Portugal and you were visited by charity collectors, please call in. Well, Mr. Redwood, thank you for coming here to Hilversum in the studio to explain about your investigation. We really hope we can give you some useful information from the Dutch viewers. Het is een ingewikkeld onderzoek met veel verschillende aspecten, maar uw hulp is echt nodig. Hier een samenvatting van de belangrijkste gezichten die we zoeken. Ja, veel compositietekeningen, maar omdat hier wel eens degene tussen kan zitten die met Madeleine's verdwijning te maken heeft, is het van groot belang om ze toch allemaal nog eens een keer te laten zien. Deze zijn misschien wel het belangrijkste. Ze zijn beide van één en dezelfde man. Hij zou wel eens de man kunnen zijn die Madeleine heeft meegenomen. Misschien was u in 2007 in de Algarve op vakantie en heeft u maar het kleinste vermoeden wie deze man kan zijn.
Dan, die blonde mannen die op de dag van de verdwijning, maar ook in de dagen ervoor zijn gezien rondom de Ocean Club. Van twee van hen deze compositietekening. Misschien is een van hen wel dezelfde als de Duitser of Nederlander die zich verdacht gedroeg in het internetcafé Bar Habana in Praia da Luz. En dan die laatste twee van die mensen die kwamen collecteren. Wie zijn dit? Madeleine McCann was nog maar 3 jaar oud toen ze verdween in 2007. Er is geen enkel concreet bewijs dat ze niet meer leeft. Dus blijf ook naar haarzelf uitkijken. Ze zou nu 10 zijn. Dit is een verouderingsfoto van Madeleine, gebaseerd op jeugdfoto's van haar ouders. Zo zou Madeleine er nu uit kunnen zien. Ze is zeer herkenbaar aan de vlek in haar rechteroog. Heeft u informatie of alleen maar een vermoeden waarmee u de politie, natuurlijk ook ouders Jerry en Kate McCann, kunt helpen? Laat het dan weten. Dus via gewoon de Nederlandse opsporingstiplijn. Dat geldt dus zeker ook als u een van de Nederlandse vakantievierders was die op 3 mei 2007 of in de week daarvoor ook nog verbleef in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Alle informatie over de vermissing van Madeleine McCann en die compositietekeningen, de signalementen, zijn op onze site terug te vinden op sporingverzocht.avo.nl.